De eis van de vakcentrale C47 om de verhoging van de energietarieven aan te houden is ingewilligd. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, zegt dat de aanhouding van de verhoging nodig is om tot een zuiver tarief te komen. Hij geeft aan dat de vakbeweging een aantal keren heeft aangegeven waarom het huidige tarief niet klopt. Volgens Berenstein zit er te veel ruis in en er moet volgens hem een aantal maatregelen genomen worden om tot een juist tarief te komen. De laatste tariefsverhoging wordt aangehouden. Binnen een maand moet een commissie van deskundigen en we staan in het vakbeweging, bedrijfsleven en overheid, moet nagaan op welke wijze totdat de zuiver tarief gekomen kan worden. Hoe berekend kan worden om concreet te zijn. Om daarna een eventuele tariefsverhoging in te voeren. Want bij ons gaat het niet om geen verhoging. Als er een nodig is, dan moet het een verhoging op de juiste manier. En dat is de procedure. En dat is dus afgesproken met de regering. Berenstein geeft verder aan dat bij het stellen van de eis aan de regering een rekening gehouden is met wat het IMF verwacht. Hij zegt dat de vakbeweging en het IMF hetzelfde verwachten van de regering. En dat is dat er sanering moet komen. IMF verwacht van de regering hetzelfde als wat wij verwachten. Dat heeft IMF wel zelf gezegd. Okay. Althans, de onderhandelaar. En dat is dat je eerst moet saneren. Eerst moet saneren. Eerst al die lucht en. Want die komen door. Corruptieve dingen, alles op zijn. Weet je? Dat zei IMF ook. Dus de regering kan dat niet gebruiken voor IMF gezegd plus. IMF zegt, we hebben expliciet gevraagd aan de onderhandelaar met het IMF van wat IMF denkt, wat denkt IMF daarover. IMF is ook van orde dat eerst die sanering moet plaatsvinden. Berenstein wijst erop dat het logisch is dat eerst sanering moet plaatsvinden. Anders moet de samenleving maar betalen voor een heleboel inefficiënties, wat zeker niet de bedoeling is.